gaat best wel goed eigenlijk. Ik word een beetje ingehouden door de trainers, maar dat is alleen maar goed, anders ga ik misschien te snel. Hun zeggen, weet je, nou, doe maar eerst rustig, het is toch heel anders dan turnen en zeg maar zo, en het is een andere schroeftechniek. En dan denk je wel van, ja, ik ken mijn eigen gevoel wel, weet je wel, dus dat is lastig. Maar het gaat goed, ik begin echt het gevoel te krijgen en ik heb al een anderhalve duik gedaan, dat was voor mij best wel, dat was voor mij lastig. Nee, gaat lekker. Ja, je ziet die andere kandidaten echt stap voor stap beter worden. Je ziet ze echt gewoon veel trainen en super fanatiek en die zijn er gewoon dagelijks. Dus het is echt wel concurrentie. En ik heb echt wel een paar mooie sprongen gezien dat ik echt mijn mond open kijk van oké, hoe heb je dat geleerd? Weet je, hoe kan je dat? Het is toch gewoon grappig om te zien. Heb ik voordeel? Nou ja, wat ik zei, zeg maar, je ziet de jonge jongens echt wel heel veel dingen proberen. En die rennen van de een naar de andere duikbank en die doen het gewoon maar. Alleen je ziet dat het bij hun één beurt goed gaat en de andere kan het bijvoorbeeld helemaal misgaan. Dus ze hebben die controle denk ik nog niet. En ik ben gewoon wat voorzichtiger en denk van oké, ik bouw het gewoon stapje voor stapje op tot dat uiteindelijke sprong, zeg maar. En ik ga niet gelijk voor het moeilijkste, maar ik voel wel dat die moeilijke sprong eraan zit te komen, ja.